Super Sunday in de hoofdklasse B. Os 20 speelt thuis tegen Halsteren. Nummer 1 tegen nummer 3. Maar ook nummer 2 tegen nummer 4. Gemert en Groenester betreden het sportpark Molenbroek. Voor Gemert is het dan zaak om het gaatje te slaan naar de achtervolgers, zeg maar. Of om ze in ieder geval op afstand te zetten. Dat zou dan moeten kunnen net met een overwinning op Groenester, afkomstig uit Heerlerheide. Verkerend op een vierde plaats. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de pupil van de week. En vandaag voor de wedstrijd Gemert Groenester hebben we natuurlijk weer een nieuwe pupil van de week. En zijn naam is? Filip. En de achternaam? Huwet van Huwet. Filip van Huwet. En hoe oud ben jij, Filip? 10. En in welk team speel je bij VV Gemert? JO 11-1. Heb je gisteren gevoetbald? Ja, en we zijn kampioen geworden. Proficiat. Ja. Hoe is de laatste wedstrijd afgelopen? Ja, verloren met 6-1, maar het is van als Stiphout, dat is een andere club. Als die wint, dan zijn we gelijk met Stiphout kampioen. Okay. Dus je bent altijd, een kampioenschap heb je altijd te vieren, ongeacht hoe het afloopt bij Stiphout. Dat is mooi. Vandaag hebben we de wedstrijd van Gemert Groenester. Heb je bij Gemert ook een favoriete speler? Ja, Ruben Rodriguez. De nieuweling die het zo goed doet dit seizoen. Waarom vind je hem zo goed? Omdat hij zo vaak scoort? Ja, dat wel. En ben je zelf ook een aanvaller? Nee, ik ben een verdediger. Maar je kunt wel genieten van iemand die de ballen afmaakt. Ja. Wat is je favoriete team als je kijkt naar de Eredivisie? PSV. En wat is daar je favoriete voetballer? Luc de Jong. Oh, weer een aanvaller. Je houdt wel van aanvallers wat dat betreft. Want internationaal, wat is dan je favoriete team? Barcelona. Met de beste voetballer? Ja, dat is niet zo heel moeilijk, hè? Want daar is iedereen het wel over eens. Ja, Messi. Wat vandaag gaan we tegen Groenitzer spelen. Ze is best wel een topper in de hoofdklasse B. Nummer 2 tegen de nummer 4. Heb je er een beetje vertrouwen in, Filip? Ja, ik denk dat het 3-1 gaat worden. 3-1 voor Gemert. Nou, dat zou een mooie uitslag zijn, hè? En dan hebben we misschien nog wel een klein feestje te vieren, want Gemert kan nog op de eerste plaats eindigen na de eerste seizoenshelft. Dan moet Os verliezen. En Os speelt vandaag tegen? Weet je dat? Nee. Ze spelen vandaag tegen Halsteren. Dat is ook een topper. Nummer 1 tegen nummer 3. Dus het kan zomaar goed gaan. Nou, ik wens je heel veel plezier, Filip. Ja. En samen zorgen we ervoor dat de punten in eigen huis blijven vandaag. Ja. Tot ziens. En Gemert moet het deze zondag doen zonder de spits Jansen en ook Joost Hamraken. Maar Joost Hamraken is langdurig geblesseerd. Dan mogen we blij zijn als we die volgend jaar weer een keer op de velden zien. Beterschap vanaf deze plaats in ieder geval. Kruisband gescheurd. Ja, dan ben je gewoon 9 maanden uitgeschakeld. Heel jammer. Maar goed, Gemert moet verder. En het komt dan met Bonobarte in het doel. Zoals gewoonlijk Bart van Berlo, Dennis Verrooy, Kees Brugmans en Jens Leijten. Die vormen de achterhoede. Ruben Rodriguez, Koen Brouwers, Dennis Groen op het middenveld. En voorin zijn te vinden Ralf Kemper, Jeremis Carlos David en Jasper Lalisang. Dan Groenester Jan-Willem Thijssen verdedigt daar het doel. Tom Hermans, Kevin Werker, Mick Helmonds en Danny Stazaar vormen de achterhoede. Raads, Stef de Wit, Dylan Zwartjes en Michael van Kesteren op het middenveld. En Roel Schira en Eloy Cox, dat zijn degenen die de voorhoede vormen. Er was een sfeeractie, in ieder geval op de tribune, met heel veel rook die uiteindelijk optrok. En Gemert, ja, het maakte meteen zijn plannen bekend. Het wilde meteen en vrij snel op voorsprong komen. Dennis Groen hier haalt daar meteen al in de beginfase uit. En ook David, die kan die bal niet goed onder controle krijgen, waardoor we een corner krijgen. Carlos David. Schemert zet gelijk de toon. Het wil vroeg op voorsprong komen. Maar vooralsnog is het Jan-Willem Thijssen die zijn doel schoonhoudt. En aan de andere kant, Groenester is natuurlijk een goed voetballende ploeg. En dan is het oppassen geblazen. Hier een corner die dan een andere corner oplevert en uiteindelijk niets oplevert. Maar Groenester is voetballend zeker niet de mindere ploeg in de beginfase van deze wedstrijd. Want Groenester wil natuurlijk die aansluiting hebben en wil Gemert niet verder weg zien lopen. En Gemert zelf wil natuurlijk wel weg zien lopen. En dan krijgen we hier een actie in de 5e minuut. Een prachtig doelpunt overigens van Roel Schira. Hij kapt daar op de rand van het 16 meter gebied, kijkt en haalt dan vernietigend uit in de hoek. En Bonobarte staat genageld aan de grond. Maar is wel gepasseerd en na 5 minuten staat Gemert in plaats van op voorsprong op een 0-1 achterstand. Dus gaan de zwart-witte op jacht naar de gelijkmaker. En hier is het Kemper die nog net te laat bij de bal is op een bal van
En Gemert blijft aanvallen. Ralf Kemper hier weer. En dan één keer in de korte hoek. Ja, en dan is het na 11 minuten spelen 1-1. Goed gezien, korte hoek. Jan-Willem Thijssen, ja, kan er niet bij. In ieder geval ziet er niet goed uit. En Gemert komt na 11 minuten op een 1-1. En dan is de wedstrijd weer helemaal open. Het was zeker in de eerste helft een bijzonder aantrekkelijk schouwspel. Beide ploegen gingen voor de volle winst. Beide ploegen kregen ook de nodige kansen. Hier is het Dennis Groen die de bal erin pompt. Ja, en dan is een botsing daar. Waar Dennis Verrooy nog bij betrokken is. Doelman Jan-Willem Thijssen. Scheidsrechter van Leeuwen. Die vanmiddag een goede wedstrijd floot. Legde het spel even stil. Maar alle spelers konden weer gewoon verder gaan. Ruben Rodriguez hier aan de rechterkant. Legt de bal perfect voor. De bal wordt overgekopt door Ralf Kemper. Gemert bleef gevaarlijk in die beginfase. En ook in de gaandeweg de eerste helft waren de beste kansen voor de zwart-witte. Maar voorlopig wilde Jan-Willem Thijssen niet meer wijken. Aan de andere kant is het natuurlijk oppassen. Want ze zijn best wel handig hoor, de spelers van Groene Ster. Hier komen ze net een teenlengte tekort om doelman Barten te verslaan. Deze bal van Ruben Rodriguez precies op het dak boven doelman Jan-Willem Thijssen. Prachtige paas hier van Dennis Groen. Linkerkant, buitenkant, voet. Ruben Rodriguez, het 16 meter gebied in. Houdt overzicht, kijkt dan. Een mooi paasje. En in de draai was het Jeremis Carlos David. Maar de bal gaat helaas ver over het doel. Ja, en deze had er best in gemogen. Een vrije schietkans. Opnieuw Jeremis Carlos David. Ja, en dan zijn er veel spelers van Gemert voor. Ja, dan moet je dan opletten, want dan ben je die bal kwijt. Ja, dit is toch wel een flinke overtreding hoor. Scheidsrechter van Leeuwen beloonde het met een gele kaart. Maar Ruben Rodriguez kon de wedstrijd gewoon hervatten. En dan ging Gemert weer. Het wilde nog voor rust op voorsprong komen. En dan krijgen ze ook nog de kans door. Dennis Groen hier, een geweldige knal meneer. De rakelings over het doel van Jan-Willem Thijssen. Ik denk overigens dat de keeper hem wel gehad had. Hij zat precies in de baan van het schot. En zo blijft het nog steeds 1-1. En dan zegt scheidsrechter van Leeuwen, geassisteerd door de heer Wever en de heer Pleiten. We gaan een thee drinken. De tweede helft dan. Ja, Gemert wil natuurlijk die drie punten in eigen huis houden. Wil goed afsluiten de eerste helft van de competitie. Het is sowieso natuurlijk al goed afgesloten. Want Gemert haalde natuurlijk de eerste periodetitel. Kende een beetje een mindere periode. Maar is toch wel weer goed aan het herstellen. Ruben Rodriguez hier met een corner. Die wordt daar gevaarlijk voor het doel van Jan-Willem Thijssen. Maar die bal wordt opnieuw tot corner verwerkt. Die levert uiteindelijk niks op. Maar de toon is gezet. Gemert wilde. Kosten wat kost in die tweede helft nog een doelpunt erbij. Ja, moet je het achter dicht houden en moet je niet dit fratsen uithalen. Want Kees Brugman speelt veel te zacht terug op doelman Bonaparte. Die is wel zeer attent. Jaagt die bal dan nog in de tribune ten koste van een blessure. Maar hij kon de wedstrijd verder gewoon hervatten. Dan is het opnieuw Kees Brugman aan de rechterkant. Jens Leijten gooit de bal hoog voor het doel. Ja, en dan wordt die bal netjes weggekopt door, ingekopt door Ralf Kemper. De keeper in Jan-Willem Thijssen, die keert in eerste instantie nog. En ja, is de keeper erbij. Jeremis Carlos David, hij zorgt voor de 2-1. En de verdiende voorsprong. En dan mag je ook blij zijn met het doelpunt. Natuurlijk ook de voorzet van Jens Leijten mocht er wel wezen. En dan heb je toch wel meer rust in de ploeg. Alhoewel Groene Ster daar heel anders over dacht. Die gaan natuurlijk op jacht naar die gelijkmaker. Die wilde minimaal nu een punt meenemen daar. Maar Gemert wist niet van wijken. En hier gaat de bal rakelings voor het doel van Bonaparte. Levert uiteindelijk weinig op. Ruben Rodriguez, 16 meter gebied in. Een 1-2 met Jeremis Carlos David. Die valt half, die struikelt half. Maar houdt toch het overzicht. Let op, want hij ziet daar op de rand van het 16 meter gebied. Daar ziet hij Ruben Rodriguez staan. Die haalt vernietigend uit. Maar doelman Jan-Willem Thijssen ligt daaronder in de hoek. Krijgen we wissel Lalissang. Die wordt dan vervangen door Ronnie van der Elzen. En Gemert wil toch wel die derde treffer maken. Krijgt hier ook de kans nog aan de linkerkant. Ralf Kemper. Ja, en hier een flinke overtreding. Ja, overtreding. Het gebeurt natuurlijk in het spel. Gele kaart levert het op. En dan mag Jeremis Carlos David gaan douchen.
En dan wordt hij vervangen door Joeri van Brussel. Heeft u gescoord van een gouden wissel? Dit is er een. Hij heeft nog geen bal aangeraakt, Joeri van Brussel. Ja hoor, en daar de 3-1. Ja, dan ben je het mannetje. En dan kun je misschien denken dat de afgelopen weken de pupil van de week zegt... Joeri van Brussel is natuurlijk mijn favoriet. Ja, dit doet hij dan. Keurig. Zijn eerste balcontact. 5 seconden in het veld. De 3-1. Ja, en dan moet het voor Gemer toch in de pocket zitten. Dat mag je niet meer weggeven. En dat zullen de mannen van trainer Dennis Dekker ook niet meer doen. Sterker nog, ze willen het zelfs nog uitbreiden. Gemert weet niet van ophouden. Daar aan de rechterkant gaat hij weer, de sneltrein van Gemert. Jens Leijten. Op de lat. Dat had beter lot verdiend. Krijgen we nog een corner. Komt hoog voor het doel. Wordt doorgekopt. Net over het doel van Jan-Willem Thijssen. Dus eerder zou de 4-1 vallen dan de 3-2. En hier is dan het enige discussiepunt van de middag nog geweest. Ja, sommigen zeggen hij is erover geweest. Anderen zeggen van die scheidsrechter van Leeuwen samen met zijn assistenten besluiten dat hij niet heeft gezeten. Gemert-spelers protesteren verder ook niet. Gemert blijft gewoon met een 3-1 voorsprong. Ondanks dat het probeert dan om die vierde nog achter te maken, is 3-1 een goede uitslag voor Gemert. En eindigt het in de eerste helft van de competitie op een mooie tweede plaats. Niks van te zeggen. Doet volop mee. Heeft de periodetitel. Kortom, een succes. 3-1 winst op Groene Ster.